iedereen, welkom terug bij een nieuwe video in de Banjo Studio hier samen met de jonge heer. Ja, we stonden net toch ook in de tijdschrift. Ja, Rick, we zijn nog steeds bij het fantastische tijdschrift The Girls. Ja, en we hebben ook nog eens een keer het tweede tijdschrift waarin ik een leuke puzzel heb gemaakt. En ik weet niet welke tijdschrift. Wat is dit? Oh, dat is nog steeds het weekend. Nog steeds het weekend. Ik doe er lang over. We zijn achtergekomen dat ze beide horoscopen te melden hebben. Wij gaan ze. Nou ja, laten we een beetje beginnen. Wat vind jij van horoscopen? Nou, bullshit. Ik heb het zelf ook geschreven. Je hebt horoscopen die dus gewoon op een maand zijn, hè? Dat betekent dus dat voor zeg maar 1/12 van de wereld allemaal hetzelfde geld. Ja. Dat kan toch niet? Ik vind het gewoon zielig. In de krant ja. Krijgt een horoscoop meer ruimte dan wetenschap. Een horoscoop is maar gewoon... het is ook een krant. Ik bedoel, er zijn niet zeg maar intelligente mensen. Er zijn meer oude mensen zeg maar die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en die willen weten wat is er buiten mijn huis gebeurd, want ik kom niet meer buiten. Maar, laten we even kijken wat de horoscopen zijn. Ja. Ik heb trouwens vroeger ook zelf horoscopen geschreven, want ik was dus bezig met de schoolkrant op mijn basisschool. Ja. Toen heb ik ze zelf geschreven en er was iemand die had echt, ik werkte samen met zo'n gozer en die schreef echt dingen van je oma gaat dood. En toen moest het aan hem verteld worden zo, dat kan niet. Oké, okay, ik wil eigenlijk even kijken dan voor mezelf in eerste. Voor jezelf? Oké. Okay. Jij hebt een maandhoroscoop. Ik heb een daghoroscoop helemaal. Ik zat te denken, is het denken als we nou een dag opzoeken van de verjaardag van Hitler of zo en dat is een daghoroscoop. Dat is leuk. Misschien zullen we dat doen? Als jij dat echt ondertussen, mijn horoscoop, augustus, begin augustus, ja. 8 augustus jaar. Okay. Ondertussen de verjaardag van Hitler op. Oké, jij bent een leeuw. Ja, dat is correct. Je hebt drie dingen over liefde. Uw twijfels over een geliefde zijn volkomen uit de lucht gegrepen. De bezitstrang of vlaag van jaloezie kan uw parten spelen. Geef de ander de ruimte en u zult merken dat de relatie soepel verloopt. Dat helpt altijd. Helpt dat? Nee. Was ik sowieso op een plan te gaan doen. Snijd dood oud uit uw financiën. Snijd dood oud. Dat klonk echt van. Okay. En gezondheid. Je kunt een zonnetje voor omgeving zijn. Dus maak ruimhartig gebruik van deze eigenschap. U vaart er wel bij. Samen sporten, wandelen of zwemmen versterkt de band. Doe die dingen allemaal niet meer. Nee, leuk kan ook. Oké, ik heb nu de verjaardag van Hitler, 20 april. Dus dan gaan we eens april zoeken. April. Het is 21 april. Hij is een ram. Hitler is net aan een ram. Scheelde een dagje of wat is die hoor? Goede muziek doet wonderen. Wauw. Nou, even snel tussendoor. Jij hebt daar een ram in staan, maar ik zie hier geen ram in staan. Niet. Er staat hier geen ram in. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Huh? Wacht, misschien de... Ah, daar staat hij. Mysterie opgelost. Bij Lee Towers. Het belangrijke mysterie Lee Towers, ja. Het rammetje van de maan. Ja, oké. Okay. Zal ik dan maar even de weekend opnoemen? Ja, is goed. U bent wat wispelturig in de relatiesfeer. Achterhaalde oorzaak. Die kan best bij u liggen, omdat u kritisch bent en snel verveelt. Ah, Pieter was kritisch. Ja. Klopt, het is waar, horoscopen bestaan. Als u iemand die aandacht nodig heeft verrast met een cadeautje, maakt u uw vriendin genaamd Eva voor het leven. Geld. Dit is gewoon de toekomst van Duitsland. Ja, en geld gewoon echt, wat gaat er gebeuren? Kunt u er geen spurt uitpersen om iets te voltooien wat lang is blijven liggen? Maak er tijd voor en geniet van voldoening die je geeft. Het gaat over de crisis. Oh, wat is dat nu trouwens pas de horoscoop van de stier? Het gaat over iedere dag van de maand heeft een aparte horoscoop. Ja, dat was... Ik dacht dus dat je voor de speciale dag dat je geboren was. Want dan zijn horoscopen in één keer veel logischer, weet je wel. Maar het is echt, voor iedere dag van de maand heb je een horoscoop. Er zitten allemaal van die hele bullshit dingen. Soms is het beter om los te laten. Je komt tijd tekort. Je bent verdrietig over iets waar je niets aan kunt doen. De waarheid is dit zijn zulke open dingen. Dit is hetzelfde als met cold reading. Weet je wat dat is, cold reading? Cold reading, is het een M? Ja, net zoals Char doet en zo. Dan zeggen ze, oh, ik voel iets binnenkomen. Oké, wacht. Als ik gewoon bijvoorbeeld een vraag aan jou ga stellen. Bijvoorbeeld, is er iets met een klok in jouw huis? Nou, ik heb een klok. Doe het al een paar jaar niet meer. Ja. Oh nee, echt waar. Nee, ik voel dan iets... In tijd zal er iets nieuws komen. Zo gaat het echt. Maar dat is echt altijd serieus iets met een klok of zo. Dat gebeurt altijd in iemands dingen, zeg maar. Als je maar over een klok begint, zeg maar, is er een klok van die dierbare? Ja. Of heb je een klok uit gekregen? Is er iets met tijd? Weet je, en van die tijd kan je overspringen naar jaren en dergelijke. Het is vandaag de 25e, toch? 26e. Ik zou niet weten. Nou, volgens de 26e ben ik vandaag heel zenuwachtig. Nou, ik kan het beter, ja. Oh, dus je kan het ook voor mij opzoeken dan maar. Ja. Oh, wat, zo werkt het. Wat is je sterrenbeeld? Vissen. Oké, vissen. En dan vandaag? Iemand ziet jou wel zitten. ik,
Hij zit, nee! Echt waar, wat een wonder! Nou jongens, we hebben een conclusie. Horoscopen zijn dus 100% legit. Ik zie Jordi zitten. Ik ben hartstikke zenuwachtig. Wat een gekkigheid. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot binnenkort een nieuwe aflevering in de Banyan Studio. Geef de video even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Banyan!